Een tijdje geleden spotte Dick John, een kijker van RTVA, deze prachtige fiets in Amstelveen. Wij achterhaalden de eigenares, die van origine Amstelveens is, maar in Amsterdam woonachtig is. Wij zijn Mieke en Donna. En wij hebben twee volslagen belachelijke of ontzettend leuke fietsen. En hoe zijn ze op het idee gekomen? Ja, het begon voor mij, ik denk ergens 5-6 jaar geleden. Toen kocht ik mijn roze fiets daar, kocht ik gewoon blanco. En dan heb je van die hele kleine slingertjes met schattige bloemetjes die je kan kopen bij de Action. Dat begon met 1, 2, 3, 5, 12 en het werd steeds meer en meer. Ja, toen, ik woonde daar in Uithoorn, daar heb ik Donna leren kennen. En die dacht, dat is superleuk. Dus die, ja, daar ging het een beetje dezelfde kant mee op. En nu is het helemaal uit de hand gelopen. We hebben in december hebben we aan de Amsterdam Light Parade meegedaan. En daar was de bedoeling dat je hele fiets ging volbehangen met lichtjes. Daarbij hebben we een beetje gewonnen. We gaan ook aan het einde van de maand, was het plan om naar een ander fietsexpositie ding van diezelfde mevrouw te gaan. Ja. En we chillen in het Vondelpark. Ik rijd ermee naar mijn werk. Donna rijdt ermee naar haar werk. We chillen. Het is gewoon onze fiets. Het is gewoon onze standaard fiets die we overal naartoe gebruiken. En krijgen jullie veel complimenten of opmerkingen? De hele tijd. Op een gegeven moment hebben we een diva momentje gehad waarop we dachten, dan rij je over straat en iemand roept leuke fiets en jij denkt dankjewel. Maar dat is ons diva momentje. Eigenlijk vinden we het superleuk. Het is toch ook superleuk. Als iemand dat leuk vindt en iemand moet erom lachen, dit is toch fantastisch. Dan is toch je hele dag een maak. Dan maak je iemand blij met een fiets. Ik snap dat het belachelijk is, dus je mag er ook best om lachen. Je mag het ook best belachelijk vinden. Zolang je maar snapt dat het deels ook een beetje, hè, het is toch deels een geintje.